En dan gaan we even door naar de Halo Games. Er was, uh, afgelopen weekend uh, werd yeah. er uh, ro rondom een hoop uh, aangekondigd. Er zijn uh, meerdere Halo Games in ontwikkeling. Ze stappen van een uh, oude engine af en gaan over Unreal 5. Nou ja, ik weet niet of jullie die, die beelden hebben gezien, maar dat zag gruwelijk uit. Het is een beetje alsof ja, je vet... een collectible in de hele Wereld hebt staan. Ja. Zo ziet nou, hij er vet. nu uit. Ja, nou, ik, vond, ik vond het vreed. En um, Jakka had nog iets over dat een Halo game naar de PlayStation komt. Ja, dat was de Verge. Uh, dat was uh, deze zomer. Die zeiden al: van ja, ze zijn bezig met uh, allerlei hele projecten. En een daarvan was uh, Halo Combat Evolved remastered. En uh, daarvan uh, zou er uh, dus ook een versie naar de PlayStation komen. Uh, en ze hebben nu dus ook gezegd: we hebben meerdere Halo games in ontwikkeling. Nou ja, er is waarschijnlijk één grote titel. Uh, en uh, ik kan me voorstellen dat een remaster er ook onderdeel van is. En ja. Uh, Simon, volgens mij tweette jij nog iets met dat. dat ze ook op zoek waren naar iemand met uh, expertise voor alle platforms of zo. Voor, voor een Halo-titel bij uh, Halo ja. Studios, wat voorheen 343 uh, was. 343. Dit is, dit is echt mijn droom. Nee, ik had een. Uh, je hebt de Tech, zo'n. Uh, Guy die eigenlijk alle informatie altijd verzamelt, hij is heel erg uh, PlayStation uh, uh, centric um, uh, en die die tweeten een, weet uh, uh, je zo'n ding, de zo vacature, ze zijn op zoek naar mensen, dit en dat, yeah. bla bla. de Studios, inderdaad voor ontwikkeling en er stond dan ook bij voor alle platformen. Daar stond niet bij Xbox, Steam, handheld, uh, PC. Uh, daar stond echt gewoon alle platformen. Dat hele naar PlayStation komt. Ja, dat, dat niemand die nog denkt dat dat niet gaat gebeuren, dat dat is eigenlijk al best wel lang. staat, staat uh, het uh, teken aan de wand. Uh, wat is het? De tekenen zijn er. Um, die kijk, heel gaaf naar PlayStation komen. En ik heb dat denk ik vorig jaar een keer geroepen toen die, die hele geruchten op gang kwam: van, gaat het echt gebeuren? Gaat Xbox first party games naar de PlayStation brengen? En uh, nou, toen brak de, 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 de laatste grote fanboy-oorlog. Uh, uh, voor het einde van de oorlog. brak uit. En toen kwamen er dus inderdaad. kwamen de verschillende Xbox. voor party games, games. naar PlayStation. En ik zei toen al: van Halo gaat ook komen. Het is, echt, het is alleen maar een kwestie van tijd. En ik kan niet fucking wachten. tot het eindelijk gebeurt. Want het ding is: Halo is zo'n. waanzinnig lijpe serie. En. Het zit alleen vast op een console waar het niks doet. Kijk, op, toen die Xbox 1 uitkwam, die eerste zeg maar. Ik weet nog, jongen, dan, dan hadden we zo een hele release party. En het was dan in Amsterdam. En echt kosten, nog moeite gespaard. En dan stond je daar, dan begon die trailer. En dan hoorde je dat koor, jongen. Nou, jongen, ik zei ik nou nog bijna mijn broek. Als ik eraan denk hoe gruwelijk dat was. Halo 1, 2, 3, man, was echt. En, en de hele lore, de, alles eraan. Ik vind alles de, de, uh, sterk. Van Halo, ik vind alles echt fantastisch. Ik vind het een waanzinnige serie. Ik speel het alleen niet omdat A... al mijn boys zitten op PlayStation, dat is gewoon mijn, mijn, mijn console waar ik die ik 99 van de 100 keer heb aanstaan. Uh, ik krijg die gasten niet zo van: ik hey, koop even een Xbox, dan gaan we Halo spelen. Ja, in begin, Infinite. Dan heb je er een paar bij die hebben nog ergens een Xbox rondslingeren of die doen op PC een paar potjes mee, maar het blijft niet plakken. En, en kijk, die serie is. Ze hebben A, ah, Infinite natuurlijk die launch best wel verneukt door gewoon half af die game uit te brengen. Er zat geen co-op in, dat soort dingen. Dat is echt gewoon, ja, dat kun je niet maken bij een Halo. Ze hebben tussendoor natuurlijk ook met vijf met de plank wel redelijk misgeslagen en met vier. Uh, maar Infinite is uiteindelijk, als je die multiplayer dan speelde. Ah jongen, dat is een Halo multiplayer. Er is, er is niet echt zoiets als dat. Dat is zo fantastisch. Alleen ik gun die franchise. En ik denk echt dat dat gebeurt als je die naar Playstation brengt. Dan ontploft die shit. Want hoeveel fucking PlayStation-bezitters hebben nooit een Xbox gehad? Hebben altijd zitten kijken met leden ogen naar, oh, ah, hello, vet. En dan komt die, nou ah, jongen, dat kan toch alleen maar fucking de hemel zijn? Het is een soort wereldvrede, is het? Hele op PlayStation. En voor die franchise gaat het zo goed zijn. En kijk, elke ontwikkelaar uh, en elke studio wil zijn games op alle consoles hebben. Het maakt niet uit of jij het nu yeah. uh, 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 vraagt aan, aan developers van, van uh, Santa Monica. Uh, of jij het vraagt aan, uh, aan uh, nou, misschien is Nintendo een, een, een outsider, dat weet ik niet zo goed. Maar bij Bethesda bijvoorbeeld, die geluiden die kennen we, dat hebben we ook wel een beetje gezien bij, bij, de, bij de rechtszaken toen. En we spreken natuurlijk ook wel eens mensen, iedereen daar heeft zoiets van, motherfucker, breng onze game gewoon overal uit. Weet je, Doom komt multiplatform, Starfield is het nog niet. Uh, maar zij hebben zoiets van: Yo, fuck it, Doom, Starfield, alles. Wij willen alles op alle consoles. En elke ontwikkelaar wil dat van elke studio. Ik sprak ook die gasten van Indiana Jones. Um, wat natuurlijk ook Machine Games, een Microsoft studio is. En ik zou ook zeggen: Wat voor je van toen je zeg maar, het moment dat je te horen kreeg van: Hey, we gaan naar PlayStation. Ah, die gasten we hebben echt gejuicht. Dat is fantastisch. Want je wil als ontwikkelaar dat zoveel mogelijk mensen je game spelen. Um, en dat hele zit gewoon vast op een console dat niet meer echt een, een, een levende. Fanbase heeft, zeg maar. Dus niet dat niemand het speelt, alleen, ah, weet je, franchises die, die ontploffen gewoon niet op Xbox. Uh, op een manier waarop ze dat wel op, op PlayStation doen, of op een manier waarop ze dat wel op Nintendo doen. Um, en ik zweer het, jongen, Halo en het, al helemaal op de taart, als hij ook nog naar de Switch zou komen. Ah, jongens, dan kunnen we stoppen met ik, gamen. Ja. Dat, is, dat is het summum. Halo is echt, het is niet voor niks. Ik kan me denk ik nog 18 magazine covers herinneren, gedurende 10 jaar lang, waar op de voorkant stond Sony's Halo Killer. Ik zou vertellen: weet je of Halo Killer Sony gemaakt heeft? Nul helemaal maar Want uh, Halo fucking, is fucking Halo. Ja. Killzone 2 die mocht even door het raam heen kijken bij Halo. Dat was oh. het. <laughs> maar Halo is. Ja, is, nee. is, is, ja, Halo is zo, zo groot, zo gruwelijk. Zo mishandeld ook, helaas. Maar wat er gebeurt als die serie zeg maar naar andere platformen gaat. en hij oploft. stel je eens voor hoeveel geld en, en mensen dan weer. Oh, fuck, we gaan nu. Ja, oh, we gaan wel eventjes nog. Want Halo heeft wel een beetje achterbankie gepakt natuurlijk bij Microsoft. En het kwam ook omdat ze die eigen engine hadden. Er zijn heel veel mensen, heel veel ontwikkelaars die zeggen van... jou, ik heb Unreal Engine 5 ervaring. Wat hebben jullie? Oh, jullie hebben een eigen engine? Ja, sorry. Dat wordt hem niet. Plus het verloopt daar. Want ze werken daar onder havenklap met mensen. die: ze oh, je, ja, na zes maanden loopt je contract af. Er is gewoon totaal geen fucking richting of wat dan ook aangegeven. Um, en Halo verdient zoveel beter... Maar is het maar de Master Chief Collection, jongens? Oh mijn hemel. Zijn maar we wat, er toch? wat moet Halo doen om zeg maar, met een nieuw deel om weer relevant te worden? Is het alleen uitkomen op andere platforms, of moeten ze ook. Ik denk het wel, man. Halo ja. is nog steeds relevant. Als, je, als, je, als ik nu terugdenk aan Halo, denk ik aan die allereerste Halo, die allereerste Xbox. Op het moment dat je die game aanzet, en die muziek zwengelt aan, Je hebt, het enige wat je nodig hebt is dat. En ik denk hebt een dat het. Ja, er zijn Oei, zoveel mensen. Mannenkoor. Inderdaad, er zijn zoveel mensen die dat willen beleven. Maar ook, ik, ja. heb, ook, ik heb hier, de, 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 die, die Series X die staat hiernaast, maar die staat gewoon nooit aan. En al die games staan erop. Ik wil, ik wil heel graag Halo Infinite gaan spelen, maar ik doe het ook niet. Yeah. Want ook, ik heb hetzelfde als Simon, niemand zit op die console. Als ik het aanzet, dan voelt het een soort van doods aan of zo. De enige wie ik altijd online zie is, uh, is Dennis de Bruin. Die altijd <laughs> die op een of andere manier toch op zijn Xbox aan het spelen is. En maar voor de rest heb ik zoiets van, uh, I don't know. Ik zet dat, dat ding ook aan. Ik heb het idee dat ik mijn PC aanzet en moet gaan werken. Ja, uh, play, PlayStation, ik, Playstation ja. voelt dan toch net wat anders. En op het moment dat die game daarop gaat uitkomen, ook al is het inderdaad die collection. Mensen gaan helemaal oh. los, denk ik. Ja. En Infinite, ik heb Infinite wel uitgespeeld. Ik heb letterlijk ik heb een Xbox gekocht voor Infinite. En uh, ik kan het, het aantal games kan ik op één hand tellen die, die ik op dat ding gespeeld heb. En Infinite is daar één van. En dat heb ik gespeeld. En het is... De, letterlijk, Infinite was het, eigenlijk een broken launch. Weet je, co-op zat er niet bij. Forge Mode was er nog niet. Over die campagne kon je best wel wat zeggen. Alleen het moment dat ik daar die fucking wereld in stapte. En die wereld, het was ook een probleem. Hè? Die wereld, je, ziet die, je ziet een screenshot van Halo Infinite. Yeah. Letterlijk de hele wereld ziet er precies hetzelfde uit. Het is maar één, je hebt maar Biome. Je hebt niet, yeah. oh nu ga ik naar de sneeuw. Nu ga ik naar de, een beetje meer desertachtig idee. Dus daar waren echt wel wat dingen mis mee. En als jij de vraag van, wat moeten ze doen? Want dan is Infinite blijkbaar niet genoeg. Ik zweer het je, Infinite in deze staat, op alle consoles... Was een fucking banger geweest voor je voor het, Want ik ben ook die multiplayer ingedoken. Helaas met iemand die fucking goed in Halo is. Dus elke keer als ik met hem speelde, maakte ik één kill in een pot. En als ik zelf speelde, kwam ik lekker met alle andere losers. En dan uh, kon ik wel winnen. Maar het, het, Halo moet alleen dat doen. Moet gewoon niks. geen gekke fratsen. En ik zeg het je. Breng eerst die, 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 die uh, Master Chief Collection. Breng die. Fix die remastertje, en naar Xbox, en naar Playstation, die zich gaat ontploffen en wat er dan gebeurt is, Halo wordt ineens weer echt relevant, wordt commercieel ineens weer groot, dat trekt weer nieuwe mensen aan, dat schudt Microsoft ook een beetje wakker van oh wacht, deze franchise is helemaal niet dood. Ah, en dan, dan wordt het bal jongens, dan wordt het echt bal. Ja, want ze dan werken gaan we natuurlijk oh, ook jongens. Gewoon... Dan, is, dan is de goat gewoon weer terug. Ik, ja, Denk ik al. hoop het. Ik heb niet zo heel veel met Halo, ik vond Infinite... Uh, ik vond de campaign echt best wel saai. Ik heb hem ook maar uitgespeeld. Jij bent, er, jij bent er gewoon net te jong voor. Je bent, je bent er niet mee opgegroeid. Ik, ik heb Halo 3 en Koop gespeeld met vrienden vroeger. En dat vond ik heel erg vet. Maar ik heb niet die nostalgie. Maar die evolutie van Halo. Is zo gruwelijk als je vanaf het begin had gespeeld. Ja, snap, dan ik, snap had, ik. Had je meegegroeid met. Maar het de, moet er ook, de, ook de, nu een goede game zijn voor iemand die nu voor het eerst speelt? Ja, dat bedoel ja. ik. Je gaat er hele hoop mensen krijgen die gewoon daar voor het eerst Halo eentje op. Yeah. Die moeten er ook. En, en ik, geloof, ik geloof in de kracht van Halo. Want dat is. Uh, Halo multiplayer is. Nogmaals. Daar, en het enige wat ik wel jammer vind aan de Unreal Engine is. Ik snap het. Het is logisch. Want met die Unreal Engine poort je hem makkelijker naar andere consoles. Dat is natuurlijk ook de reden dat ze het doen. Buiten het feit dat ze daarmee uh, veel makkelijker talent aantrekken. Alleen Halo heeft wel een, 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 een sausje. Wat alleen een eigen engine kan geven. Zoals bijvoorbeeld een Dead Stranding. Een Kojima game ook een sausje heeft, weet je wel. Uh, en dat yeah, is natuurlijk wat rockstar. Engine's doen. En ja, je kunt, je kunt niet echt diezelfde. Die dat zie je ook op de nieuwe screens, ziet er waanzinnig uit. Technisch super mooi. Maar hij ziet er wel. Het, er is iets van dat rauwe Halo-randje, is er dan af op Unreal. En dat neem ik op de koop toe. Als we weer met de hele wereld, als Halo weer het allerbelangrijkste is. Het is zo. Ik switch, het, het is zo groot. Als zij nu zeggen: Halo komt naar PlayStation. Ik zou 100% zonder enkele twijfel. Fucking Master Chief Collection, al, al was het maar een poort, op de cover van Puzet... zetten, omdat het, het is echt een landslide. Het is echt Xbox die zegt: oké, okay, we zijn een third party publisher. Wat ze eigenlijk al zijn, alleen nu is het nog allemaal een beetje kut, je wil ook niet die mensen die wel consultijs hebben staan, al te veel tegen de schenen te trappen. Maar Xbox is eigenlijk een third party publisher geworden. Wat echt een fantastische move is voor hun um, ja. en voor gamers. Dus, ah, dat is, maar Halo, ho, ho, Halo met, met mijn bed is zo fantastisch, joh.